De scholengemeenschap Mungutapu is vandaag officieel in gebruik genomen. De bouw van deze scholengemeenschap heeft 8 maanden geduurd. En er zal onderwijs verzorgd worden op VWO, HAVO, NATIN, IMEO en SMO-niveau. Vice-president Ronnie Brunswijk zei dat er al jaren een noodzaak was voor een middelbare school in het oosten van Suriname. Met de bouw van deze school wordt het gemakkelijker voor jongeren uit het gebied om zich verder te scholen. Maar de pikin de volk al les naar school ja zo. Die zie a regering van Toki Brunswijk, chai a ontwikkeling, chai a mogelijkheid kon je koosubé. Met hoe met gebruik ving. Ook to de ouders, met hoe te gaan repti wam koya da o kontai du tasa ni nasko. Na kom koleli, ja en to leri, da o tong wasa ni na maskapai, da o ka yepia konde ook to. Ja, no no wesuku kaders. Wesuku juriste, wesuku disi. Ja, wabi ufano du. Dus de fokko na skoya, u make gebruik van gelegenheid ja zo, dis na gadu giving. Ja, rekeres aan Toki Brunswijk, President Chandrika Prasad Santokhi wees erop dat de bouw van een middelbare school in Marowijnen slechts als politieke stunt werd gebruikt, maar nooit eerder van de grond is gekomen. Brunswijk zei dat omdat zijn partij in het machtscentrum zit, er groen licht is gegeven voor het bouwen van de school. In het nieuws van morgen komen we terug op de ingebruikname van deze school.